En de winnaar is... Nou, Julia dus, de 18-jarige zangeres won gisteravond de talentenjacht The Voice of Holland. Dan kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. Ik voel helemaal te gek. Ik weet niet meer zo goed wat ik op dat punt voel. Het valt niet te omschrijven, denk ik. Je bent ontzettend blij. Ik ben trots op mezelf. Maar Julia, Julia, daar sta je. Ik heb wel een goed feestje gevierd. Ja. Het was natuurlijk heel leuk om iedereen weer te zien. Van de kandidaten ook en de coaches waren er. Tijdens de finale zong ze het nummer Oops, I Did It Again. Ze zong dat ook tijdens haar auditie. Oops, I did it again. I play with your eyes. Julia werd geboren in 1995. Dat was in de Verenigde Staten. Toen ze 2 weken oud was, werd ze geadopteerd door Nederlandse ouders. De 18-jarige heeft net haar HAVO-diploma gehaald en volgt nu een muziekopleiding in Utrecht. Julia zingt al sinds ze zich kan herinneren. Ze zingt niet alleen, ze speelt ook piano en gitaar. Nou, ik hou ervan om dingen wel echt zo klein mogelijk te houden. Dus nou ja, een beetje dat singer-songwriter idee. Met eigenlijk alleen een gitaartje of met piano zou ook kunnen. Julia was meteen de grote kanshebber om The Voice te winnen. Want tijdens de blind auditions waren de coaches al super enthousiast. Vandaag staat op onze website deze stelling. Julia is de terechte winnaar van The Voice of Holland. En 3/4 van de stemmers is het daarmee eens. Bijna 3 miljoen mensen zagen gisteren op RTL 4 de finale. Julia nam het op tegen Mitchell, Jill en Gerry, maar 1 voor 1 vielen zij af. Vanochtend kon Julia het nog amper bevatten dat zij gewonnen heeft. Ik dacht ook, ben ik weer eens lekker geslapen. Ik heb het heel druk gehad en ik kon even lekker uitslapen, even mijn rust pakken. En toen kwam denk ik om 11:50 het besef van wauw, ik ben wel de Voice of Holland. En nu ze die Voice of Holland is, krijgt ze een platencontract. Ik mag een album opnemen met wat covers. Die ga ik dan opnemen en uitbrengen. En daar mag ik mee toeren. Dat wordt helemaal te gek. De winnaar van de Voice of Holland 2013, Julia van der Doorn! En de Jeugdjournaalbus was vandaag in Lille.